Welkom allemaal bij deze uitreiking van PalingPatron 2024-2025. Een smakelijke lunch. En ik denk, ik neem een hapje en dan... Oh, natuurlijk. Paling, wat heerlijk met beurre blanc. Ik hou ervan en ik denk dat ik nog een glaasje Trimbach neem, Pinot Blanc. Ja, dan is het feest compleet, hè? De paling had een heerlijke beurre blanc. En, het was super zacht en toch met een hele lichte frisheid. Fijne zuren en daardoor met die mooie mousse. En dat was perfect bij de Pinot Blanc van Trimbach. Absolute top. We genieten van heerlijke paling met prachtige wijn en het is één groot feest. Klein stukje paling erbij en dat geeft net even die extra dimensie erbij van die rooksmaak. Ja, dat is die Trimbach Pinot Gris. Super combinatie ook. Paling, subliem. De verwerking van deze jongens, die weten hoe dat hoort, hoe je paling in een gerecht moet verwerken, is top. Paling blijft je proeven en dat is namelijk belangrijk. Als je toch moet eten, dan kan je net zo goed lekker paling bij Troef in Amsterdam gaan eten. En het is een lekkere vette paling ook, het is goede paling. Nou, ik heb net een oestertje met een stukje paling. Een fantastische combinatie, nooit gedacht dat die samen zouden gaan. Het voorgerecht was alweer geweldig. Ik ben weer helemaal voor paling, maar dat was ik altijd al. Ontzettend genoten, echt fantastisch lekker. Alles wat we tot nu toe proeven is subliem. De palingstand is gigantisch hoog. Dus laten we dat nou voorlopig maar weer eten. Ik vond het opvallend lekker. Prachtige combinaties met paling natuurlijk. Ik hou van paling. Het gaat goed met de paling. Dus nee, echt waanzinnig. Hele mooie smaakcombinaties. Dus we genieten. Ja, die wijnen van Trimbach in combinatie met die paling, gewoon echt, dat is wel echt een mooie combi hoor. Ik heb alleen maar heerlijke dingen te eten gehad en hoor allemaal interessante verhalen van de mensen hier om me heen. Die helemaal op de hoogte zijn over paling. Ja, ik bedoel paling en dan sowieso op deze manier en met deze beleving. Het is echt geweldig. En bij die vis wordt natuurlijk de heerlijkste wijn. En leuk is dan om te zien dat het niet alleen om witte wijn gaat, maar ook rode wijn wordt erbij geschonken. Ja, we zitten hier natuurlijk op een fantastische locatie, Troef in Amsterdam. Bij Raymond Plat en zijn konuiten. Ja, het is natuurlijk hartstikke lekker, allemaal. Je moet echt in Troef zijn hoor, als je gewoon een hele moderne manier van paling bereiden wilt proeven. En wat ik het allermooiste eraan vond, twee dingen. Dat was een gebruik van verse kruiden en zijn zuurtjes. Hij zoekt echt werkelijk met zijn sausen de grens op van wat nog zuur is en wat niet meer. En dat combineert fantastisch met die lekkere, rokerige, zoute paling. Heerlijke gerechten, hele mooie wijnen die wij hebben mogen leveren van Trimbach. Ik denk perfect gematcht met alle gerechten. Fantastisch. En dat is Raymond Plat wel toevertrouwd. En dat komt natuurlijk omdat hij in Nationaal Park Giethoorn weer bij Wieden is geboren, midden tussen de palingen. We hebben hier hele mooie gerechten gehad die met verschillende druiven perfect matchten. En ze hebben hier hele mooie wijnspijscombinaties van gemaakt. We hebben net geconstateerd dat het goed gaat met de stand van de paling. Ik ben Johan Visser, ik ben een secretaris van NetViswerk. En NetViswerk is de belangenvereniging voor de kleine kust- en binnenvissers. En ons credo is vissen naar draagkracht van het water. Dus wij willen proberen zo ecologisch verantwoord mogelijk te vissen. De glashaal is in ruim in aanbod, zowel in Nederland als in Zuid-Frankrijk. Wij vissen eigenlijk alleen maar de rente op. Nou, en wat we hebben gemerkt dit afgelopen voorjaar, is dat de intrek van glashaal enorm goed is. Alsjeblieft. Ja. Het is lekker gemakkelijk. Ja, het is echt een eer om de palingpatron te zijn. Martin op te volgen natuurlijk, Janiel op te volgen en ja, het is gewoon, het is nu de waarheid. En even complimenten voor de lunch, hè? Ja. Ja.